Hallo, ik ben Brems Maoro, 24 jaar. Leuk dat jullie die vraag ingestuurd hebben. Ik zal proberen alle vragen even te beantwoorden wat jullie opgestuurd hebben. Ja, de herinneringen wat ik zeg maar eraan heb is zeg maar dat je alleen maar spelen eigenlijk. Ik was veel buiten met de neven en vrienden, gingen dan voetballen gewoon midden op de straat, doeltjes neerzetten. En voetballen tot je werd weggestuurd eigenlijk. En als de auto aankwam, zeg maar, dan schoof je die doeltjes aan de kant en ging weer gewoon lekker verder. En het weer was gewoon fantastisch. Dat is nog steeds. Met regen of geen regen, zeg maar. Juist als het regende, dan kozen we zelfs voor om dan buiten te gaan voetballen. Dat was ook gewoon top. En in Nederland zou je dat niet zo snel kunnen doen om te zeggen als het regent dat je even naar buiten gaat om te voetballen. Tenzij je een wedstrijd hebt natuurlijk. Maar... En ik was toen jong toen ik er naartoe verhuisde. En toen ik daar was, was ik zeker jong. En het was eigenlijk alleen maar gewoon buiten zijn, lekker spelen en genieten. Ja, ik begon bij Sparta Enschede. Ja, daar begon ik eigenlijk mijn carrière, laat maar zo zeggen. Ik vind het FC Den Bosch vind echt een hele fijne club. Ik voel me ook heel welkom hier. Ik ben goed opgevangen door de jongens. En, het is echt een heel fijne groep zeg maar, om in te zijn en mee te spelen. Ja, van nature ben ik een middenvelder. Ja, liefst speel ik natuurlijk op middenveld, maar centraal ja, dat gaat, is ook wel prima. Het belangrijkste is gewoon dat ik speel. Ja, ik denk dat elke voetballer wel wil op natuurgras wil spelen. Dus ik dus ook. Nou, voor FC Den Bosch gekozen omdat ze vertrouwen in mijn uitspraken. En me de mogelijkheid gaven zeg maar, om weer lekker te kunnen spelen. Nou, iedereen. Ik ben met iedereen goede vrienden. Dus ik kan niet één iemand aanwijzen. Iedereen is mijn beste vriend. Inclusief de trainers, de medische staf. Iedereen. Zelfs Jos van de video. Wie mijn idool was? Ja, idool vind ik een hele grote woord om te benoemen. Ik vind heel veel voetballers goede voetballers en ik kan niet echt zeggen van dit is mijn idool. Dat heb ik niet echt. Verwachtingen dit seizoen. Proberen gewoon zo goed mogelijk te doen en ik vind het gewoon lastig om te zeggen waar we zullen eindigen. En we gaan gewoon voor de hoogst haalbare gewoon. Gewoon strijden met het team en dan zien we waar we eindigen. Mijn doel, dat is zoveel mogelijk wedstrijden spelen, fit blijven tot het einde van het seizoen en hopen voor een grote waarde te kunnen zijn voor het elftal. Dat is een lastige vraag. Ja, ik weet het eigenlijk niet, ik weet het niet. Voor nu, ik denk dat ik wel gewoon iets met school gedaan zou hebben. En kijken zeg maar, waar ik dan zou eindigen. Het is heel lastig om te zeggen wat het geweest zou zijn. Mijn hobby's buiten voetballen, daar zijn er wel wat. Met familie zijn vind ik heel belangrijk. PlayStation spelen. Zo af en toe met vrienden zijn vind ik ook heel belangrijk. En mensen die ik lief heb, zeg maar, eigenlijk zoveel mogelijk tijd daaraan besteden.